samen met mijn geliefde man Jack 13 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn getreden. Nee, want bij mijn man en bij mij was Hilvering de beste. Een goedemorgen, lieve vrienden. Ja, ik ben er al een hele tijd eruit, maar dat doet er even nog niet toe. Ik wens jullie wel. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Het is vandaag 25 september en we leven om 11:49. Ja, de klok is alweer achter, kan er ook niks aan doen en ik ben weer 2 minuten voor, dus ja. Whatever, doet er niet toe. Het is dus 25 september. Dat is de dag dat ik samen met mijn geliefde man Jack 13 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn getreden. Hij is er niet meer, hij is in de hemel, maar ik heb vandaag wel een klein feestje. Dus ja, sowieso is Francis er, maar de eerste visite is er ook al, die staat buiten. Dus ja, we gaan eventjes naar buiten, even Francis een gedag zeggen, et cetera. Mag ik erbij, Alwin? Komt u maar. Daar hebben we onze Francis. Goedemorgen. Ja, nou, wat nog meer? Wat wil je nog meer? Ja, ik, helaas ben ik alweer aan het pakken. Ik ga vanmiddag weer naar huis. Dat is ook wel weer heel gezellig en fijn om mijn hondje en mijn vriend weer te zien. Maar van de andere kant, ik heb het hier zo super naar mijn zin gehad. En Corina heeft me lekker mee op tour genomen door Den Helder. Was gewoon gigantisch super. En ja, dan de visite nog. Stel je even voor. Hoi, ik ben Marisa. Een van de kapsters bij een van de vorige video's nog. Ja. Als het goed was. Ja, dat denk ik wel. Inmiddels ben ik wel zelf begonnen. Lekker aan de slag. Ja, en dan gaan we ook voor jou reclame maken, hè? Yes. En nou ja, natuurlijk moet Elwing natuurlijk weer met een bot slepen. Die wil naar binnen, maar dat gebeurt niet. Nee, het botje naar binnen. Nee. Nou ja, en onze Jan van Dam is onderweg. Dus daar ben ik ook helemaal blij mee. En vanmiddag komen er nog een aantal. Dus ja, het wordt super. Dus ja, als jullie naar deze vlog het leuk vonden, duimpje vooral omhoog, hè? Ja, echt waar. Maar in ieder geval, wij gaan genieten, ondanks dat het grijs-grauw weer is. Maar het is wel warm, het is niet koud. Dus wij gaan genieten. En genieten jullie maar ook lekker. En geniet vooral ook met ons mee. Ja, lieve vrienden, en wie denken jullie die er nog weer meer is? Ja, het kan niet missen. Onze enige echte... Jan van Dam, met een malootje. Hoe was je reis? Ja, ging wel goed. Alleen reden geen metro's in Amsterdam. Dus 2 keer extra lang wachten. Dus, Nou, gaat lekker dan, maar niet heus. In Amsterdam Centraal dan mag een schreeuwende man voorbij. Dus ik heb achterna gezeten door politieagenten daar. Dus, Jeetje. Dus ja, al met al maak ik genoeg mee op stations. Dat begrijp ik. Nou ja, en ook zitten we weer aan de koffie. En straks komt er gebak bij. Maar, oké, ja, met dames. Ook gaat Francis helaas vandaag dus weer naar huis. En het bankje is ook weer naar beneden. Ja, nu is daar niet meer gewoon. En ja, ze hebben de boel al klaarstaan. De booster en 2 koffers. Ja. Jullie zien dat wel. Dus ja, dat dus. En wat moet jij? Jan, kom eens kijken.
Kijk, daar hang ik. Oh ja. Ja, ja, de heks. Ja, leuk. Kreeg ik voor Francis. Ja, leuk. Ja. Leuk, ja, hè? Ja, zeker leuk. En wat moet jij? Ja, het is warmpies. Het is benauwd. Echt benauwd. Hé? Echt benauwd. Snap ik. Dus ja, dat dus. We gaan er lekker vandaag van genieten. Vanmiddag komt sowieso Marianne. En Mario heeft het nog beloofd om te komen. Wilma met haar vriend Marcel. En ja, Karin en Roderick ook, maar hoe laat weet ik niet. Nee, dat komt allemaal al goed. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Gaan wij ook doen. Dus lekker genieten en geniet zeker met ons mee. Ja, en daar zit onze Marianne. Ook die is van de partij. En daartussenin... Daar zit onze Elwin en onze Wilma. Ja, en onze Wilma die heeft een vriend natuurlijk mee, maar die wilde niet op. Dus dan doen we het zo, zo, zo. En dan hebben we onze Jan er nog. En natuurlijk onze enige echte. Nou, wie gaat erop staan? Wie staat er nou op? Wie van de drie is de echte? Nou ja, daar hadden we van de week ook over. Ja, zeker. Weet je nog? Ja. Onze enige echte Francis. Ik wil Francis zeggen, Francis. Maar ja, het lijkt erop. Maar ja, het lijkt er allemaal op. Ja. Maar ja, ze heet Francis. Dus ja, allemaal gezellig. En we zitten dus aan de koffie. En Wilma heeft een thee. En ze hebben al een gebakje gehad. En daar hebben we onze Rijka er nog bij. Hé? Ja. Ja, schat. Je bent alleen. Nou, kijk nou eens. Is het geen plaatje? Nou. Ja. Lieve. Ja, die. Zo. Ga ik een foto gemaakt. Dus ja. Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet met ons mee. Zal ik mijn tas ook maar mee? Nou, Francis die gaat weer richting haar eigen huis. En de hondje, en de mannetje. Maar ze zou bijna wat vergeten. Ik denk om de honden. Even dicht. En dan gaat dat gevaarte ook weer weg. Dat gaat. Ga je weer weg? Moet je huilen? Oh. Dankjewel. Waarvoor? Voor de week. Ik zit verkeerd te filmen. Ik ga het even anders doen. Zo gaan we weer opnieuw. Ik moet naar jou filmen, maar ik kan hem natuurlijk niet omdraaien met mijn vinger erin. Dus ik moet zo doen. Ja. Ja, ik... Dankjewel voor een supergezellige week. Graag gedaan en dat weet je en ik zal je missen. Ja, ik jou ook. Mwah. Nou, mijn ring weer even pakken. De plank heb ik weggehaald. En daar is de chauffeur. En ja, van niemand anders dan Hilverink. Ja, en daar heb ik vroeger ook mee gereden, samen met mijn mannetje. Maar ja, mijn mannetje is nou daar. Okay. En we hadden vandaag 13 jaar getrouwd kunnen zijn. Nou, toch misschien een klein beetje feest nog. Ja, ik heb ook visite. Daarom. Nou, mag je even een stukje rijden? Dat redt hij toch nog wel? Hij is helemaal vol. Daarom. Nee, doe ze. Je mag het zelf doen. Ja, ik deed het wel. Ja, maar... We hebben geen opleiding voor. Oh. Als er wat gebeurt, dan... Daar rij je nooit. Ik heb dat gevoel ook niet met... Nee, dat heb je, hebben jullie niet. Ik doe het ook zelf als ik met een booster mee op word gehaald. Ga maar op. Ik ben in de zon meteen. Een beetje aan de... Zeg maar een klein beetje links zo. Ja, dat is...
Nee, want bij mijn man en bij mij was Hilvering de beste. En anders kan je, als je oh. Juist. Nou, dan moet je er wel af kunnen komen. Ja, tuurlijk. En je mag bij hem zitten, zowat. Oh, ideaal. Nou, dan gaat hij jou helemaal wegbrengen, schat. En dit is een leuke man, hoor. Ja. Heel Frank is goed. Ja, we krijgen nog meer volk. Ja? Ja, nog eentje. Ah, oh, nog was nog eentje. Maar hij is goed, hoor. Ik herken hem van zijn gezicht van vroeger. Oké. En die gaat naar Maasluis. Maar ik ken deze meneer van vroeger. Ja? Ja. Je hebt ons vroeger ook wel eens een keer gereden. Maar dat was niet voor die taxi die jij nou besteld hebt. Hoe heet dat? Verlies. Het was met iets anders. Jackie zat toen in die rolstoel. En ik had pech. Nou. Dus dan is het die dingen naar binnen. En ik zit op een stoel. En Jackie zat gewoon in zijn elektrische rolstoel. Ja, dat stond erbij. Ik heb er geen probleem mee. Ik hoop die andere mevrouw ook. Dat weet ik niet. Dan heeft die pech. Ja. Ja. Het is een beetje een moeilijk geval. Ja. Ik zelf heb er geen probleem mee. Nee. Ik vrouw ben ik al een tijdje mee gestopt. Goed zo, doe je goed. Mag ik je dan een hand geven? Maar goed, er zijn toch mensen die de prijs opstellen. Ja. En wettelijk is dit een beetje openbaar vervoer natuurlijk. Valt dat niet om? Nee, kijk, als je die klepje in doet. En hoop ik dat het een beetje tegenhoudt. Ja. Ik krijg ik niet meer een kusje van jou zometeen. Ja, zie je het? Maar bij die deur. Aan de zijkant. Ja, maar ik ben alles eventjes. Hè? Dag luidjes. Dag luidjes. En toen wou het niet? Iets oplichten. Zo. Deze koffer zit met mijn longapparaat. Ja, dat moet heel blijven. Ja, tuurlijk. Ja, anders kan ze niet slapen. Ja, de rest maakt niet uit, maar als mijn slaapapneu afgaat. En jou mocht ik een hand geven? Ja hoor, daar heb ik geen probleem mee. Kijk, een goede handdruk. Juist. Toppie. Nou, lieve schat. Ja. Hey. Love you. Mwah. Je belt als je thuis bent, sowieso. Ja, dat doe ik. En sowieso. Onderweg af en toe wat. Doe ik. Love you. Love you, schat. En daar hebben we Henk, onze buurman. Ja, wil je ook een taxi bestellen? Nou ja, bestel maar. Hilverink is de best. Maak ik nog reclame ook? Maar ja, ik word er niet voor gesponsord. Nee, helemaal niks.
Kijk, en er staat er hier ook nog een stikkertje. Mondkapje opdoen. Nou, dat doen we niet. Nee. Mondkapje. Nou, de chauffeur die gaat ook zitten. Dan moet hij ook een gordel om, anders mag hij niet rijden. Ja, ik ga de stoep op. Kandalfie, is je Kandalfie? Gaat hij doen? Gaat hij rechtdoor? Of gaat hij keren? Nee, gaat rechtdoor. Heel langzaamaan rechtdoor. Maar, nou ja. Dat was er dan een gezellige week samen met Francis. Ja, Francis, Jopse, ik weet niet of Jopse uit moet spreken. Jopse, weet ik. Maakt niet uit. Maar het was leuk en gezellig. We gaan nou weer naar binnen toe, naar de visite. En, hoe vind je het, Jan? Leuk. Gezellig? Jazeker. Maar ja, de meesten zijn alweer weg, hè? Ja. Maar er is er wel eentje bijgekomen, hè? Ja, die gaat straks ook alweer op pad. Ja. Ik moet weer omreizen. Dus. Ja. Maar, daar hebben we onze Mario. Hoi. Tijd niet gezien? Nee, hè? Waarom ben je zo lang weggebleven? Nee, niet. Van alles weer. Oh, gekke dingen. Oh, vervelend. Ja, dat moet je niet doen. Nee. Weer vaker komen. Ja, precies. Ja, en ons eens een keer uitnodigen. Ja, precies. Zou al, weet je nog. Ja. Maar oké, komt vervelend wel weer goed, denk ik, mag ik hopen. Wij genieten er verder nog van. De rest is dus helemaal weg. Daar ligt mijn meisje. Waar is die ander? Oh, die ligt daar. Ook zo lief. Dus ja, dat dus, ja. En ja, ze kijken, iedereen moet de krant kijken, die ligt nou daar. Ja. Maar die ken ik niet. Waar is mijn pagina? Ja, waar is die van mij? Eentje verder. Nee, ook niet. Ook niet. Nee, weer terug. En terug. Ja, dat is mijn pagina. Ja, die mag niet weg. Nee, nee. Daar ben we blij mee. Ja, natuurlijk. Ja. Lekker. Zo, hoi. Hi. Hitler. Oh nee, mag niet, hè? Oh, nee. Ik zei Hitler. Oh, nee, dat mag niet. Krijgen we ruzie. Goeie reis gehad. Ja hoor. Ja, goeie, hè? En dan kom je ook en ook eens een keer in mijn vlog. Ja, inderdaad. Ja. Oh, knuffelkot. Maar we hebben wat voor u. Er moet één, sowieso wat in de vriezer en voor de hondjes. Doe maar schat, geef het maar. Want ik kan het toch niet tillen. Ik mag niet tillen. Ze mag het niet eens. Het is dus zwaar. Denk er goed om. Het is zwaar. Dus ik zou zeggen, ga kijken man. Even naar de keuken, want daar zet Robert neer. Doet en dat doet mama nooit en dat doe ik ook nooit. Oh. Dat moet in de vriezer de wel gelijk, man. Ja, maar ik heb geen ruimte. Ja, nou dan zorgt u maar dat u ruimte krijgt ergens. Oh, ze dientjes. Oh, lekker. Nou, ja, maar ik zou niet weten. Mag jij het ook weer hoor? Nou, en Pak dan. En dan die andere zak is ook extra dientjes. Schat. Want ik heb geen ruimte in mijn vriezer. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Desnoods bewaar jij ook iets voor mij in jouw vriezer als jij wel ruimte hebt, maar mijn vriezer is vol. Ik heb wel ruimte. Top.
is goed. En, nou, mam, ga even, Ro, laat het even, laat mam het zelf kijken, alsjeblieft. Kijk even, ja. Nou, dus. Dan moet je die tas weer hier op de grond zetten, anders kan ik het ook niet. Nou, kijk, dat is lekker. Ja. Mijn hemel. Elwin, kom eens hier. Wat is dit? Playcare? Elwin, nou, ik zou spelend, niet... Spelend verzorgen. Oh, spelend verzorgen. En je bent Willeke dikker geworden. Nou, kijk. Dat is dus... Spelend verzorgen? Ja, ik weet niet. Je mag Playcare. Van de week helpen. Kijk dan. Mama, dat is wat u al eerder hebt gehad. En dat is voor de kat. Dat is dan, en dan kan u dat dus op zijn pootje geven. Dan kan hij dat lekker likken. Oh, dat. Ja. Goedemorgen, mam. Wakker. Ja. Kom. Nou, je hebt, fijn dat je het al krijgt. Hè? Ja. Kun je even goed de bank? Ik weet niet. Maar dat moet dus naar de kast toe, hè? Ja. Etiketten eraf. Maar het is weer prima voor de diertjes. Ja, ja. Daar ben ik blij mee. Daar ben ik blij mee, schat. Alsjeblieft. Mag ik een bounty pakken? Ja, je mag een bounty pakken. Mevrouw Dikkie Dik is goed juist voor je. Dikkie Dik. Mevrouw Dik wordt. Ja, dat dacht ik al dat die dikker werd. Want ik krijg amper de tuig om.